Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Het wordt een mooie zomerdag. We hebben geregeld zon, maar er drijft ook wel wat hoge bewolking over. Zo overdag blijft het daarbij tegen wel droog. Verder draait de wind geleidelijk van zuid tot zuidoost naar het zuidwesten tot westen. En dat zorgt ervoor dat de temperatuur in de westelijke provincies wat achterblijft. Daar wordt het 24 tot 27 graden. Maar verder landinwaarts wordt het zomers tot tropisch, met 28 tot plaatselijk 32 graden. In de avond is in het oost- en zuidoosten kans op een enkele regen- of onweersbui. In de rest van het land is vrij veel bewolking, maar blijft het wel droog en zijn er ook wel wat opklaringen. Morgen begint de dag opnieuw met vrij geregeld zon. In de ochtend in het oosten misschien nog een onweersbui, maar die trekt snel weg. In de loop van de middag en avond kunnen opnieuw een aantal regen- en onweersbuien ontstaan, vooral verder landinwaarts. Door 22 tot 27 graden. Op zaterdag is het dan een stuk minder warm. Het wordt dan 21 tot 23 of 24 graden, met een enkele bui misschien, maar verder overwegend droog en redelijk wat zon. Ook zondag en maandag geregeld zon. De temperatuur boekt dan geleidelijk aan weer wat winst. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl